De Elite Lopsdag vandaag ziet er allemaal weer geweldig uit. Mooie koersen. Ik verwacht ook een tijd van onder de 1.9 in de Elite Lop. Misschien gaat de serie zelfs nog sneller dan de finale. Dus 1.87, 1.88 verwacht ik wel op de klokken vandaag. Wordt bijzonder interessant. Ik ga er snel doorheen. Het eerste onderdeel van de V75. Twee paarden. De 5 en de 6. Make the Mark and Borops powerful. Steken er iets bovenuit. En zijn wat mij betreft twee paarden die dit kunnen winnen. Tweede onderdeel, 2600 meter. Dat is een wat lastigere koers. Tumble Dryer, de 6 moet mee. De 8, Ready Rip. Goede vorm. Koersje gehad naar rust. De 11, Rookie Egedal. De 12, Stay Alert. Dat zijn toch wel de 4 paarden die mee zouden moeten. Baron Max, de 2, interessant. Hans Krebas, leuk dat hij meedoet op deze dag. En heeft gewoon outsiderskansen, want paard is in vorm hoor. Dus dat zijn wat mij betreft de eerste paarden. Derde onderdeel. Eerste verzoek, zoals dat heet. Serie van de Elite Lop. Ik denk dat mee moeten de 2 Resolve, de 3 Propulsion en de 4 Timo Co. Er staan meerdere goede paarden in uiteraard. Maar deze hebben ook de betere startposities. Het tweede onderdeel daarvan is... denk ik twee paarden. Royal Fighter de 1 gaat waarschijnlijk voor de kop en gaat hem niet afgeven. En hoopt het aan de finish daar te blijven zitten. En de 2 Nuncio moet mee, maar dat lijkt me nogal wiedes. Vijfde onderdeel, koudbloede koers. Favoriet de 4, Witter, laatste keer het doorspoor. Prima vorm, prima paardje. Ik neem ook mee de 8, Jokkiwaren Kunku. Paard dat vreselijk snel van start is. Eerste bocht zit hij misschien wel in de leiding. En 1.19 kan hij lopen, dus die zou ik zo meenemen. En voor de verrassing neem ik nog mee de 7 Muurfaxen. Paard dat al eerder in de V75 hele goede koersen en ook gewonnen heeft. Dus die kan je niet loslaten. Zesde onderdeel, Falcon Dragon. Zeer goede vorm, goed paard. Tip ook van onze Italiaanse vriend Romano. Dus die moet mee. New Muscle Horse de 5 moet mee uiteraard. Kan hard beginnen. Dus die twee paarden zijn wel de eerste paarden. En als je er nog twee bij zoekt, Joe DiMaggio de 1 en de 9 Alan Watt, die ook in goede vorm zijn. Laatste onderdeel, lastig koersje hoor. Pinkman komt uit Amerika over. Maar doet niet mee aan de Elite Lop, omdat zijn vorm niet helemaal 100% was. Maar hij is wel gekomen. Goed paard uiteraard, maar geen banker. Favoriete 10, Ancolessi. Startspoor is natuurlijk vervelend, maar de laatste keer sprong hij. Maar die twee keer ervoor wordt hij gewoon super makkelijk. En dit is gewoon het eerste paard van de koers. Is het een banker? Het zou kunnen, maar op 1600 meter van achteraf blijft lastig. Ik zie daar de 1 Divisionist, ik zie de 3 French Laundry. Ik zie Telecommando OK met Björn Goop de 5. En wat te denken van Twister B, die laat zich 1.95 liep de eerste keer zonder ijzers. De 6 is geschrapt, hè? Dus de 8 krijgt dan wel start nummer 7 van de start. Maar is wel lastig hoor, aan de buitenkant. Dus de 10, 1, 2, 3 zijn wat mij betreft de eerste paarden. Veel plezier bij de koersen vandaag. Mooie koersen. En we zien elkaar volgende week weer. Veel geluk en tot volgende week. Hoi!